Alrighty. Ik laat me gewoon vallen, hè. Zalig. 3, 2, 1. Alright. Beetje glitter aan mijn handen. Wat was het belangrijkste voor u in het afgelopen parlementaire jaar? Voor mij was het de oprichting van de commissie grensoverschrijdend gedrag na de hele affaires van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. We hebben toen een commissie opgericht, we hebben dat opgevolgd, we hebben mensen gehoord, experten en slachtoffers. En we hebben er ook heel wat aanbevelingen rond beginnen doen, omdat dat een ongelooflijk belangrijk thema is. Ik vind het ook persoonlijk heel goed omdat ik zelf er een vraag over heb gesteld. Een jaar geleden, toen stonden we helemaal nog niet zo ver. Een jaar later is er al heel wat veranderd. En dat is mooi om te zien, rond gewaarwording en zo, dat is mooi om te zien dat zoiets kan gebeuren op een jaar tijd. En na de MeToo-affaires en alles wat daar rond is losgebarsten, zal dat politieke debat ook blijven domineren. En zo hoort het ook, omdat dat een heel belangrijk thema is, waar we eindelijk ook de nodige aandacht aan moeten geven, hoe dat we dat kunnen tegengaan.